heeft dus wat muziek gedraaid, want we hadden al veel praatplaatsen vandaag. We zijn al bezig van deze morgen 9 uur, maar we gaan nog door tot 14 uur. We hebben nog wat gewone praatgasten nu. En straks komt de cast of een deel van de cast van Studio 100 langs. In verband met Dans, die gisteravond in première gegaan is. Hè. Ja, inderdaad. Het zat ook al in ons nieuws. Hè. De musical Dans die gisteren in première ging in het Studio 100 pop-up theater in Puurs. En waar nu al van bekend is dat de musical sowieso al doorloopt tot februari van volgend jaar, om maar te zeggen. Goed, ook even een stand van zaken. Er zijn ook een paar mensen die zich hebben moeten laten verontschuldigen voor ons programma vandaag. Dat zijn er 2 in totaal. Dat is of de verantwoordelijke van de mensen van de turnkring Atlas hier in Tielt. De mevrouw daar is ziek gevallen. Dat kan gebeuren natuurlijk, daar kregen we een bericht van. En ook de mensen van de Spar in Lichtervelde die hun nieuwe zaken kwamen voorstellen normaal. Ja, die hebben het blijkbaar te druk. Die ja, konden er zijn ook 2 mensen ziek gevallen. Hopelijk allemaal geen Chinese griep. Maar, griep wel, maar geen coronavirus. Laat ons hopen dat we daar niet moeten mee geconfronteerd worden. Wie er wel bij is, zijn de volgende praatgasten. Dat zijn mensen uit Ingelmunster. En dat zijn Katrien van de Kasteel en Bjorn Willaert. Een goedemiddag. 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 We hebben jullie uitgenodigd omdat er in Ingelmunster... Ja, er zit weer leven in Ingelmunster. Er zat sowieso al leven in Ingelmunster, maar er komt wel wat meer leven in. Vertel. Ja, inderdaad. We gaan het weekend van 21, 22 maart een handelsbeurs organiseren in Ingelmunster. En dat is ondertussen al meer dan 30 jaar geleden dat zo'n initiatief nog heeft plaatsgevonden. Dus de vorige generatie heeft dat nog meegemaakt van zelfstandigen. En we vonden het tijd om de huidige generatie ook eens aan het woord te laten komen om hun zaak te komen presenteren op de handelsbeurs. Dus vandaar ons initiatief. Mm-hmm. Zijn het alleen middenstanders uit Ingelmunster of staan er ook anderen? Er staan geen anderen. De beurs was op zo'n korte tijd uitverkocht met alleen maar Ingelmunsterse handelaars, dat we eigenlijk geen handelaars buiten de gemeente hebben hoeven te zoeken. Ja, mm-hmm. Oké. Mevrouw van de Kasteel is er ook bij komen zitten. Zij is schepen van economie, geloof ik, in Ingelmunster. Ja, klopt, onder hè. Onder andere, ja. Dan kan u, als u zo een voorstel binnenkrijgt, dan kan u niet anders dan ja zeggen waarschijnlijk. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja. En we hadden al heel veel lovend nieuws gehoord over Bjorn. En ook onze lokale economische raad was al heel lang vragende partij om terug de handelsbeurs een nieuw leven in te blazen. Dus vandaar dat we de handen in elkaar geslagen hebben en zo de handelsbeurs tot stand te laten komen. Ik kan me voorstellen in deze tijden dat het niet zo evident lijkt om een handelsbeurs vol te krijgen met standhouders, Bjorn. Nee, inderdaad. Zeker in tijden dat online shoppen hoogtij viert. Iedereen doet het wel. Maar goed, onze lokale handelaars moeten zich ook wel eens kunnen in de kijker plaatsen. En ik denk dat zo'n initiatief daar zeer goed toe leent. We hebben in totaal toch een 35-tal standhouders. Mm-hmm. Alleen maar Ingelmunsterse handelaars kunnen samenbrengen op die beurs. En ik denk dat zij op die beurs een mooi tegenwicht kunnen bieden voor al dat online shoppen van de dag van vandaag. En waar gaat die door? Welke locatie? Wel, we hadden eigenlijk lange tijd getwijfeld om in de evenementenhal de beurs te laten doorgaan. Maar daar zitten uiteraard ook verschillende sportclubs met hun accommodatie. En dat ging wat moeilijk, want we hebben uiteraard 5 dagen. Er zijn maar 2 beursdagen, maar we hebben ook 3 voorbereidingsdagen en ook 1 dag nodig om terug af te bouwen. Mm-hmm. Dus met ook de historie van de brug in Ingelmunster gingen we daar ook iets gezamenlijks doen, maar uiteindelijk is dat niet gelukt. En het gaat uiteindelijk door in een grote tent op de markt zelf, een tent van 800 vierkante meter. Dan hoop je maar dat we gespaard blijven van stormen. Allee, ik wil geen advocaat van de duivel spelen, maar toch. Nee, het is een zeer kwalitatieve tent. Ja. Het is ook een met vaste wanden, het is dus geen tent met zeilen. Ah, ja, ja, ja. Dus we hebben meteen voor goed materiaal gekozen. Ja. Mogen we daaruit concluderen, mevrouw van de Kastelen, dat de economie in Ingelmunster dat die goed leeft? Dat leeft zeker in Ingelmunster. Het is ook een gemeente waar heel veel jonge mensen bij gekomen zijn. Mm. Dus vandaar zou ik zeggen dat ik als schepen van economie heel blij ben dat het zo goed draait en dat we een levende gemeente hebben. Ja. Ik ken Ingelmunster natuurlijk vooral van het kasteelbier, maar dat zal aan mij liggen waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Kasteelbier is ook een heel goed bier. Ja, dat wel. Maar er zijn natuurlijk ook nogal wel heel wat andere troeven in Ingelmunster. Er zijn heel wat troeven in Ingelmunster. Het kasteel op zich, dat is niet altijd open, maar toch. We hebben ook heel veel sportclubs, heel veel verenigingen. Mm. Het verenigingsleven draait op volle toeren, maar ook bijvoorbeeld de voetbalfeesten die er terug weer in aantocht zijn. Dus ik zou zeggen, Ingelmunster is een goede gemeente om te leven. Uiteraard ook een heel mooi festival, Labadoe Festival. Labadoe, waar ik ook medewerker van ben, maar dan eerder
om de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk te houden. Ja. U heeft ook een voorgeschiedenis, mevrouw de Kasteel, als zelfstandig. U bent afkomstig uit een boerenfamilie, mag je dat zo zeggen? Je mag landbouwer, landbouwersfamilie. Landbouwersfamilie. Ja, en mijn hart ligt daar ook een heel groot stuk. En ik ben ook schepen van landbouw in Ingemunster, ja. Dus ik ben daar ook heel content mee. Maar mijn man is ook zelfstandig. Ja. En mijn hart ligt ook bij de mensen die zelfstandig zijn. Ik weet dat het zeker niet altijd gemakkelijk is. En dat je heel wat risico's moet nemen om een zelfstandige zaak uit te bouwen. Ja. Zeg Bjorn, wat is het aanbod op de handelsbeurs? Wat mogen we allemaal verwachten? Wel, het is eigenlijk heel moeilijk om in één zin samen te vatten. Mm. Want we hebben van meet af aan besloten om nooit meer dan twee dezelfde zaken uit dezelfde branche toe te laten. Mm-hmm. Dus we hebben een enorm divers aanbod, gaande van mode, cultuur, gewone handelsproducten, bepaalde speciale dienstverleningen ook. Dus eigenlijk zijn we met een enorm divers publiek kunnen aan de slag gaan om de beurs te vullen. Dus ik zou zeggen, wie curieus is, die mag gerust eens langskomen. En is de ingang gratis? Of moet absoluut, absoluut. Nee, dat wilden we ook zo houden. Er mag geen drempel zijn voor de mensen om langs te komen, dus er is gratis ingang sowieso. Ik denk dat het probleem een beetje in Tielt was afgelopen september. Het is er ook teruggekomen na 10 jaar. Er was heel weinig volk en het was ook een beetje een probleem om hem vol te krijgen, de beurs. Maar er werd entreegeld gevraagd, tamelijk duur. Er was één consumptie inbegrepen, maar ja, niet iedereen moet de consumptie hebben natuurlijk. En dat vond ik ook persoonlijk wel belangrijk voor zo'n beurs, dat dat inderdaad gratis is. Want die drempel is er anders inderdaad. Hè. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ik kan me ook voorstellen, Bjorn, dat daar toch wel wat voorbereiding aan toe pas komt. Hè? Ja, inderdaad. Maar ik heb gelukkig al een ervaring. Ik heb ook een handelsbeurs in Ardooien opgericht, ook op vraag van de gemeente in 2018. Ik heb ook al redelijk wat ervaring met behoorlijk grote evenementen. Maar zo'n handelsbeurs, dat was iets nieuws. Ik zag dat als een leuke uitdaging om met mijn zaak aan te pakken. En dat is eigenlijk een fantastisch succes geworden. We hadden meer dan 2000 bezoekers op het weekend. Mm-hmm. En met dat ik 3 jaar geleden verhuisd ben naar Ingemunster, had ik ook een eerste contact gelegd met onder andere Katrien en de lokale economische raad. Om mijn zaak, en mijn vrouw is ook zelfstandig, dus ook haar zaak een beetje populairder of bekender te maken in Ingemunster. En ik hoorde dat er geen handelsbeur was, dus ja, dan gaan we het maar zelf organiseren. De schakel was gelegd, ja. Voilà, kansen moet je soms zelf creëren en niet altijd afwachten. Dat is inderdaad waar. Ze zeggen altijd, een vliegende kraai vangt meer dan een zittende kraai. Dus dat zal zoiets zijn ook. Hè. Zeg, Bjorn, mag ik vragen welke zaak je hebt, behalve dus, ja, het organiseren van handelsbeurs? Ja, ik zit ook in de autobranche, dus ik bied allerlei lakbehandelingen aan. Mijn zaak heet Streamline Car Care. Ik ben al daar een hele tijd mee bezig, dus interieurreinigingen en zo verder. Dus mensen die een krasje hebben of zo verder, kunnen dat laten herstellen door mij. Ja, en sta je zelf op de handelsbeurs, beste Bjorn? Absoluut. Ah, ja. Absoluut. Ja, dus kan, ja. Het is een open vraag natuurlijk. Nee, hè, maar... Ik heb de ervaring dat je heel veel werk hebt om een beurs te organiseren voor de beurs en na de beurs. Mm-hmm. Maar tijdens de beurs zelf, als alles goed loopt, dan heb je eigenlijk wel de tijd om daar ook nog zelf te staan met je eigen zaak. En je bent ook aanwezig. Ik denk dat het ook wel belangrijk is naar de standhouders toe, dat ze het aanspreekpunt die hen benaderd heeft, dat dat ook aanwezig is op de beurs. Absoluut. En ik had ook geen zin om... Want ja, de beursuren zijn redelijk ruim. Het is toch een 18-tal uur over het hele weekend. Als ik daar gewoon 18 uur moet zitten en wachten totdat er iets is, dan kan ik evengoed daar ook staan met mijn eigen zaak om wat promotie te maken. En gebeurt er iets, oké, dan loop ik even weg. En is mijn vrouw, die naast mij staat als standhouder, kan zij wel even overnemen dan. Zo worden er beden, worden er banden gesmeed, moet ik zeggen eigenlijk. Hè. Economische banden zelfs in Ingemunster. Zeg mevrouw Van de Kasteel, vertel eens, wanneer gaat de beurs door? De beurs gaat door op zaterdag 21 maart en op zondag 22 maart. Zaterdag van 10 uur tot 20 uur en zondag van 10 uur tot 5 uur, tot 17 uur. Tot 17 uur. Mooie uren dus. En zo kunnen heel wat mensen natuurlijk de handelszaken misschien ook wel op een andere manier leren kennen die in Ingemunster aanwezig zijn, denk ik maar. Ja, ik denk het zeker aan vast, want ja, er zijn bijvoorbeeld verschillende handelaars die wel hun eigen vestiging hebben. Maar wat er mij opviel bij het binnenkomen van de aanvragen van standhouders, was dat er ook een aantal zelfstandigen een stand hebben geboekt die eigenlijk geen zaak hebben waar je naartoe kunt gaan. Dus geen fysieke zaak. Ja. Maar die toch de moeite doen om een stand in te richten voor die handelsbeurs en om wat bekend te worden. Ik denk dat Katrien zeker mij zal bijtreden, dat we echt geschrokken waren van hoeveel handelaars er eigenlijk wel waren, waar we eigenlijk nog nooit van gehoord hadden. Mm. Ja. Ik denk dat dat wel eens tof zal zijn. Ja, dat is echt wel heel veel jonge zaken ook. En dat vind ik toch ook belangrijk. We moeten zorgen voor onze
jonge mensen en jonge zaken dat ze kunnen bloeien. Ja, en je zou denken natuurlijk van, jonge mensen zijn bezig met het online verhaal en zo van die toestanden, maar zo zie je maar dat er toch nog de nodige aandacht kan besteed worden aan het fysiek aanwezig zijn. Ja, absoluut. Ja. En ook als we de leeftijd bekijken van de handelaars, ik denk dat wij met een gemiddelde leeftijd zitten van 35, 40 jaar, dat alle zaakvoerders eigenlijk nog niet relatief lang ervaring hebben. Mm-hmm. Maar dat zij wel allemaal super enthousiast zijn om hun zaak daar te komen tonen. Waarom moeten we naar de jaarbeurs in, of naar de handelsbeurs komen in Engelmünster? Omdat er voor iedereen iets te zien is. Ja. En voor iedereen iets interessants is. Dat er zowel gevestigde waarden zijn als jonge ondernemingen. Ik zou zeggen, allemaal cool. En we kunnen een kasteelbiertje drinken. Allee. Dat zal wel lukken, denk ik. En dus ook nog van alles anders. Van alles anders proeven en genieten natuurlijk van het verhaal daar. Zeg maar... naar parking toe bijvoorbeeld nu, want die tent neemt wat ruimte in beslag. Waar is er parking voorzien? Wel, er is eigenlijk... de tent staat op de markt zelf, dus vlak aan de kerk. En er is daar vlak naast al een parking. Maar er is ook verder wat parking. Aan het gemeentehuis is er nog een grote parking. Mm. Dus normaal gezien denk ik, zal dat wel moeten volstaan. En ik vermoed dat er heel veel Engelmünsternaren die in het centrum wonen, zelfs de wagen thuis zullen laten of met de fiets zullen komen. Ja, ja, ja. En dat dat wel zal goed komen. Ja. Winkelen bij een lokale handelaar, hè? Dat is de insteek van zo'n handelsbeurs, denk ik dan maar. Dus bij deze is dat ook bevestigd. De beurs is uitverkocht ondertussen, dus staat volledig vol. Ja, absoluut. Ja. Na anderhalve week dat we de inschrijvingen hadden geopend, stond alles vol en er staan eigenlijk nog een achttal bedrijven op de wachtlijst. Ja. Dus ik denk, mocht het initiatief herhaald worden, dan zal dat weer een stormloop zijn. Ja. Dus met andere woorden, misschien zelfs een grotere tent volgend jaar. Ja, we hadden dat nu al overwogen, maar de plaats op de markt was daar niet ideaal voor. Ja, ja, ja. Ook met doorgang voor brandweer en zo verder ging dat net niet lukken. Maar we hebben het zelf overwogen en we hebben zelfs ook prijs gevraagd om nog te vergroten. Maar de praktische kant heeft het ons belet. De kerk erbij nemen? Hey, ja, bijvoorbeeld. Dat zou inderdaad... We gaan eens moeten spreken met de pastoor. Ja, want op het einde van het jaar was er toch ook iets te doen, dacht ik, in de kerk, terwijl dat we dat... gebeuren hadden daar, van de warmste week. Ja. Want ik ben toen ook geweest kijken, want men wist gaan praten met de mensen voor de live-uitstelling, dat wij dat ook konden verzorgen daar. En toen was er ook iets in de kerk te doen, meen ik met de garen. Ja, en Engelmünster was voor de warmste week, was het een whiskyproef in de kerk. Ja. En eigenlijk zijn we als gemeentebestuur, vinden we het belangrijk, iedereen doet mee. Ja. Dus laat ik zo zeggen dat we proberen dingen aan elkaar te knopen, zodanig dat iedereen kan meedoen. Ja, dus we zouden nog kunnen uitbreiden de kerk, de kerkstoel als de kant. Dan nog, dat is een interessante piste voor de volgende keer. Ja, absoluut. Ja. Nou, waarschijnlijk een unicum zijn, een handelsbeurs in een kerkje, dat lijkt mij een unicum te zijn en dat kan misschien voor Engelmünster zijn, wie weet. Als God het belieft. Ja. Als God het belieft, voilà. Zeg, Bjorn, Katrien, bedankt om jullie beurs eens te komen toelichten. We hopen dat we ook enkele luisteraars uit deze streek konden warm maken om naar Engelmünster af te zakken voor die handelsbeurs. Ik zou zeggen, veel succes en hou ons vooral op de hoogte hoe het geweest is. Dankjewel. Dankjewel. Fijn weekend nog.